Bijna Kim Kardashian lips. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Mijn lippen staan een klein beetje dik van al het gestotter. Bijna Kim Kardashian lips. Hier ben ik niet zo'n fan van, moet ik zeggen. Sorry. Tijd voor de veldcursus. De ecologen zijn hier en ik ben nog altijd ziek, dus ik hoop dat ik niet al te veel de les stoor met dit geluid. Ik wil ze stellen. Ik ben al 10 minuutjes boven. Vanavond heb ik ook me nog gedoucht en de tweede film van de Divergent Reeks gekeken, dus Insurgents. En een aantal dingen opgezocht voor Oslo, want normaal doe ik dat niet. Maar mijn moeder stond erop dat ik wat dingen opzocht. Ik heb ondertussen zoveel gesnoten dat ik een bloedneus had. Heel gezellig. Ik heb ook een nieuwe kaars begonnen, want mijn vorige kaars was uitgebrand. Dit is mijn Hufflepuff kaars van de Primark. En ik ga sowieso dat glas houden, want ik vind het een super leuk glas. Ook is mijn kabelparadijsje voor het eerst in de hang. Dit is een ding van de IKEA. En er zit mijn stopcontact onder mijn broer. En hier kan ik dan mijn gsm in opladen. Mijn tablet, zoals nu. Of mijn horloge of iets anders die je moet opladen. Ja, handig. Vooral omdat ik dan ondertussen nog aan mijn gsm kan. Want anders zit ik daar in de hoek. Of hieronder. Maar dat is niet zo handig. Ik kan er dan niet aan. En ik heb ook nog een aantal TikTok filmpjes gemaakt. En nu wil ik nog een paar snapjes sturen met mijn vlechtjes. Zo. En hopelijk is deze verkoudheid bijna gedaan, want de aanleg van deze verkoudheid was vorige week maandag. En morgen zijn we terug maandag, dus dan is het exact een week geleden. En is mijn vader uit de schaar afsluiten. Net volledig onder mijn neus. Mijn lippen ergens gemeerd met vaseline. Want hier staat het volledig rood. Van alle snuiten en mijn lippen zijn ook heel erg droog. Het is tijd voor mijn boodschappen. Ik ben naar de Co-op geweest en ik heb een bakje tomaten gekocht. Dit zijn van die pruim tomaten, die vind ik gewoon heel aangenaam. Ik heb ook een bakje kersttomaatjes gekocht. Dat is meer als snack dan. Ik zal wel een tomaatje beschermen. Dat is niet goed. Ik heb die pas gisteren gekocht. Ik heb mozzarella gekocht voor iets die ik ga maken. Daarom heb ik ook ricotta gekocht. Ik heb verse kaas gekocht, maar in de light versie. 2 kiwis zonder het zakje. Een netje mandarijnen. En pistoletjes. Deze zijn niet alleen voor mij, maar ook voor mijn zus. Ik eet niet zo heel vaak pistoletjes, maar af en toe wel. Ik eet vooral dit, het bruin brood. En ik heb ook nog een zak korn gehakt gekocht. Maar die zit al in de diepvries, dus.
Had geen zin om die eruit te halen voor deze boodschappenhol.